drunk that I can barely stand. But at least I'm still a gentleman. Still hold the door, still take your hand. We hebben Ryan Joseph Burns overgevlogen uit Glasgow. Hij is van de band The 17th Century. Maar hij heeft ook solo liedjes. My life, I'm not worried about the things you need to say. Because actions speak far louder than any word ever could anyway. Het is ooit vanuit een idee begonnen omdat we uit waren genodigd in Tsjechië om daar iets rondom een hotel te gaan doen. Dat is helaas toen gaandeweg voorkomen te liggen. Maar we hadden toen het idee al gevat laten we een festival gaan organiseren wat echt kan spelen met wat is nou binnen, wat is nou buiten, wat is nou luxe, wat is nou echt je festivalgevoel. En daar eigenlijk gewoon iedere keer dingen in om te draaien. Ja, dus het is hier gewoon fantastisch en dus vrij snel dat we dachten, nou, we gaan dit proberen. En gelukkig kon het ook in samenwerking hier met Stay OK. Dus dat is erg fijn dat het goed is. We went out, forgot about her until the new day's dawn. Sparky barked and led us to her, and there she was, alive but frail. Sandy sat down on the bucket and we pulled her. Toch naar een intieme sfeer met ook muzikanten die ook gewoon je het gevoel geven dat je er welkom bent. En dat ze zelf, dat je echt in hun holletje komt, zeg maar. En ze dus eventjes met hun verhalen en liederen mee kunnen nemen. Ja, daar heb ik helaas maar eentje van kunnen zien van Dusty Stray, maar dat was een fantastisch koeig feestje. Cows in the pasture, eat grass and above the place where my Sally lay. Nobody knows of her shallow deathbed or of the darkness that dwells in my in een lichttekening. We beamen vanaf daar hier op de sneeuw en dan kleuren we de sneeuw in en de rest van de omgeving. Dat is een beetje het idee. Dat is 3D-mapping. 3D-mapping? Mm-hmm. Ja. Ah, interessante term. Klinkt moeilijk. Is het ook moeilijk? Nee, wat wij doen is eigenlijk heel simpel. We gebruiken gewoon echt een hele makkelijke apparatuur. En gewoon Photoshop en daar kleuren we in en dat projecteren we live. Ik bedoel, ik sta nu in wit. Dat betekent niet dat ik me dan ook op een bepaalde manier moet gaan voelen? Of? Nee. We hebben het bijvoorbeeld op Oerol gedaan en dachten dames inderdaad dat ze hun aura ingekleurd kregen of iets dergelijks. Weet je. Maar het is eigenlijk gewoon heel simpel. We gebruiken je als kleurplaat. Sessa, geen spirituele dingen. Oké, goed om te weten. Vanochtend, dus eigenlijk de ochtend na de hele avondprogramma, hebben mensen na het ontbijt een fikse wandeling mogen maken, waarbij je onder genot van warme chocomel in de pauze een aantal verrassingen opdoemde in de bosjes. Sinds de
aanstelling van de nieuwe regering in september hebben we ontzettend last gehad van kunstenaars die op alternatieve manier aan hun publiek proberen te komen. En ja, zoals jullie hier kunnen zien op de vloer, en het is nog nat, dus pas alsjeblieft op, want het is al een beetje uitgelopen ook. Ja, dit is een duidelijke verwijzing naar Jackson Pollock. Er is waarschijnlijk een beeldend kunstenaar hier ergens in de buurt bezig. Uh-oh. Hey, staan blijven! Staan blijven! Wij hebben er ontzettend veel van genoten. En ik hoop dat dat voor jullie net zo hard geldt. En ik hoop tot een volgende keer. Yeah. Dank je wel. Wat ga je nu doen? Slapen. Heel hard slapen. De kerstdagen misschien gewoon lekker overslaan of zo. En gewoon even lekker met de voetjes warm tegen de kachel aan, inderdaad. En nagenieten. En denk het... Perfect Krasnapolski EP'tje opzetten. Even naar onderinvloed.com om de sessies van Ryan Joseph Burns nog eventjes mee te pakken. En nou ja, en ik denk eventjes naar 3 voor 12 om het verslag even goed een paar keer voorbij te laten komen. Ja.